Leiding in handen van Graceful Boko. Tweede plaats is voor Terpie Burgerheide. Dan volgt VIP Junior. En vierde aan de buitenkant is nu al Emil Okanje. Die moet weer door het derde spoor, want Himoko Bianco zit er precies tussen. En zo zijn ze halverwege de laatste bocht. Graceful Boko begint nu wat weg te lopen. Pakt de lengte of 2-3 voorsprong. Daarachter Terpie Burgerheide. VIP Junior doet nog mee voor de plaatsen. Ze doen eigenlijk allemaal nog wel mee voor de plaatsen. En misschien ook wel voor de overwinning als de koploper ineens een beetje stil gaat vallen. Graceful Boko begint wat achteruit te gaan. En vooruit komt inmiddels Terpie Burgerheide. Die is er ook langs. Terpie Burgerheide. Daar komt Emil Okanje aan de buitenzijde. Oeh, wat gaat die hard. Emil Okanje is net op tijd. Emil Okanje met een neusje. Tweede plaats Terpie Burgerheide. Plaats 3, Graceful Boko. Onderzoek van het comité is afgerond, dames en heren, heeft niet geleid tot een wijziging in de uitslag. Winnaar is de 9, dat is Emil Okanje, Misha Brouwer. Paard in bezit van stal PD, getraind door Bas Krebas. En de tijd 1.17.8. 1.17.8 is de winnende tijd voor deze Emil Okanje. Een 3-jarige zoon van Rieusek uit Naomi November. Gefokt door de Fransman Philippe Joyeux. En hij fokte een paar paardjes Nederlands. En dat is in dit geval ook deze Emil Okanje. Kunnen wij u vast vertellen dat Emil Okanje ook naar deze winter richting Hans Krebas in Zweden zal gaan. En nu de eerste zegen voor Emil Okanje. Dan lopen we even naar Misha Brouwer, de man die de lijn in de handen had. Uiteindelijk doet Emil Okanje het bijzonder sterk, want je lag op een gegeven moment ongeveer laatste. Ja, wat hij de laatste 800 meter goed loopt, dat is heel goed. Heel goed, nou, we hopen hem nog een paar keer hier in Nederland aan te treffen. En dan kan hij lekker in Zweden koersen, deze Emil Okanje. Maar eerst, dames en heren, een groot applaus voor de laatste winnaar in 2018 hier op de baan in Groningen. Emil Okanje samen met Misha Brouwer. Start is gevallen. Goeie start aan de binnenkant van Dawson City Jewel. VIP Junior gaat daar nu achter. Aan de buitenkant gaat Graceful Boko naar voren. Die wil de leiding ook wel hebben. En Dawson City Jewel springt daarbij weg. Dawson City Jewel gaat van de benen nu aan om de leiding. En de leiding is nu voor Graceful Boko. Uitgeschakeld nummer 1. 1 galop. Graceful Boko als eerste de bocht in. Tweede plaats is voor Terpie Burgerheide. Derde ligt VIP Junior. En de vierde plaats is voor Golden Gullier Ape. Daarachter volgt Himoko Bianco. Achter Himoko Bianco ligt Tom Kooijman, die eens een keer achterom kijkt. Er ligt niet zo heel veel meer achter hem. Glenda Camelot rijdt hij. En achter hem ligt nog wel Emil Okanje. Die gaat al een beetje in de achtervolging. Dat zal ook moeten, want die koploper heeft haast. Dat is Graceful Boko. Die wordt zo langzamerhand bijgehaald door Terpie Burgerheide. Ook VIP Junior loopt er langzaam naartoe. Golden Gullier ligt vierde. Francisca HPK ligt in het derde spoor. Gaat uit de start van het veld naar voren. Heeft een hele discussie nou met Misha Brouwer. Misha die in het tweede spoor zit en Peter in het derde. En Peter had het liever andersom gezien. Zo gaan de deelnemers de rechterbocht door. Leiding daar in handen van Graceful Boko. Die gaat onverdroten door. Tweede plek daarachter is nog altijd voor Terpie Burgerheide. Dan volgt VIP Junior. Dan Golden Gullier E. Daarachter volgt Himoko Bianco. Nu ligt Peter in het tweede spoor. En krijgt die Emil Okanje in het derde spoor om de oren. Het maakt voor de uitslag niet zo heel veel uit. Alleen Misha Brouwer moest daar een stukje omrijden. Doet hij op dit moment met verve. En hij gaat vanuit de start van het veld nu naar voren. Zo gaan de deelnemers op weg naar de laatste bocht. Heeft de koploper het te hard aangezet of valt het wel mee? Tesla kijkt iedere keer achterom. Ziet het veld wel dichterbij komen. Zijn inmiddels in de laatste 500 meter. Leiding in handen van Graceful Boko. Tweede plaats is voor Terpie Burgerheide. Dan volgt VIP Junior. En vierde aan de buitenkant is nu al Emil Okanje. Die moet weer door het derde spoor, want Himoko Bianco zit er precies tussen. En zo zijn ze halverwege de laatste bocht. Graceful Boko begint nu wat weg te lopen. Pakt de lengte of 2-3 voorsprong. Daarachter Terpie Burgerheide. VIP Junior doet nog mee voor de plaatsen. Ze doen eigenlijk allemaal nog wel mee voor de plaatsen. En misschien ook wel voor de overwinning als de koploper ineens een beetje stil gaat vallen. Graceful Boko begint wat achteruit te gaan. En vooruit komt inmiddels Terpie Burgerheide. Die is er ook langs. Terpie Burgerheide. Daar komt Emil Okanje aan de buitenzijde. Oeh, wat gaat die hard. Emil Okanje is net op tijd. Emil Okanje met een neusje. Tweede plaats Terpie Burgerheide. Plaats 3, Graceful Boko.